Hallo, daar zijn we weer. Vandaag met een les met een tafelritme. We gaan jullie een klapspel leren. En dat doen we eerst gewoon droog, dus zonder muziek. En dan gaan we het langzaam uitvoeren op een mooi liedje van Maan. Ja. En daarna doen we het op een snel liedje. Ja. En dat nummer dat is... Don't Start Now van Dua Lipa. En dat gaat lekker snel. Ja. Maar ja, een beetje geduld, want het leren is natuurlijk het meeste werk. Nou, ja, het is niet makkelijk. We hebben voor een uitdaging gekozen, toch? Ja, maar we doen wel heel veel herhalen. Ja. En we beginnen steeds langzaam en dan gaan we steeds een beetje sneller. Ja. En als het toch nog te snel gaat, kan je altijd even vragen of juf of meester... Of jezelf, vraag het aan jezelf. Het filmpje even terugspoelt. Ja? Daar gaan we. Het bestaat uit 4 maten. En we gaan elke maat apart aanleren. Hier komt de eerste maat. 3, 4. Nog een keer. 3, 4. Wat je doet is, op 1 een klap. 1. Op 2 een klap in je handen. 2. 3, 4. Doe mee. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we nog een keer. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Zullen we eens kijken of we dit 4 keer achter elkaar kunnen? Wow, ja. Is goed? Oké. Rustig tempo. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oké, we gaan maat 1 nu achter elkaar oefenen. Wel in een rustig tempo, maar gewoon een heel tijdje achter elkaar. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat was het eerste stukje, oftewel de eerste maat. Nu komt de tweede maat. Die lijkt erg op de eerste maat. Het verschil zit hem in dat je aan het begin niet 1 klap op tafel geeft, maar 2 klapjes. Wij laten het heel langzaam zien. 3, 4. Nog een keer. Doen jullie mee? En daar gaan we. En daar gaan we. Gaan we dit eerst maar eens 4 keer achter elkaar doen. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, ook deze gaan we een hele minuut lang achter elkaar klappen in een rustig tempo. Ik zet even de timer, dan weten wij wanneer de minuut om is. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Oké, we gaan nu de volgende stap doen. De eerste en de tweede maat gaan we nu achter elkaar oefenen. Kijk maar of je gelijk mee kunt doen. Wij gaan beginnen en anders dan kijk je eerst nog een rondje en dan val je daarna in. En daar gaan we. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sorry. Laatste rondje. We gaan naar de derde maat. Dat is gelijk ook de moeilijkste, maar het goede nieuws is, het is het laatste wat je moet leren, want de vierde maat, die heb je al. Dat is hetzelfde als de eerste maat, dus die weet je al. Het begin is hetzelfde, maar op het einde wordt het anders. Kijk maar goed. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus wat je doet, 2 keer op tafel, in de handen en op tafel. Dan geef je een tik op je hand. Die onderste hand leg je eerst neer en dan die andere hand. Nog een keer. 3, 4, 1, 2, tik, pam, pam. 3, 4, 1, 2, tik. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dus er is nu ook een 3 bijgekomen. Gaat-ie nog een keer. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nou, dan gaan we de derde maat, dus zeg maar de moeilijkste, gaan we proberen achter elkaar te doen. Laten we eerst eens 4 keer doen. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hartstikke goed. Nu gaan we het, om het in te slijpen, gewoon een minuutje lang achter elkaar doen. Dus dit is puur om te oefenen, de derde maat. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 rondje nog. En nu gaan we alle 3 de maten achter elkaar doen. Doen we heel rustig om het even op te bouwen. De eerste was 1, 2,
drieën, vier. Weet je het nog? Doe nog maar een keer mee, de eerste maat. En 1, 2, 3, 4. Nog een keertje. 1, 2, 3, 4. De tweede leek er erg op, maar dan begon je met twee klapjes op tafel. 3, 4. 1, 2, 3, 4. En die twee even achter elkaar. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En nou kwam de derde erachteraan. En de derde was 1, 2, 3, 4. Die komt er nu achter. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En daar gaan we. En nu maken we hem af. Op de laatste maat doen we hetzelfde als op de eerste maat. Dus gewoon de 1, 2, 3, 4. Dus die komt er nu nog achteraan. En dan begin je meteen weer met de eerste maat. Dus eigenlijk doe je daar twee keer achter elkaar hetzelfde. Want dat is de laatste, maar ook meteen weer de eerste maat. Dus 1, 2, 3, 1. Ja, en dan weer 1, 2, 3, 1. Ja. Ja? Oké. Okay. En daar gaan we. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan begin je weer met 1. Ja? Zullen we dat ook een paar keer achter elkaar kunnen? We gaan het proberen. En daar gaan we. 1. Twee, drie, vier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ga door. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nog één keer. 1, 2, 3. Hop. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We gaan het tafelritme nu uitvoeren op muziek. We hebben eerst gekozen voor een langzaam nummer. En als dat goed lukt, gaan we naar een iets sneller nummer. Let op, is het je net niet gelukt om mee te doen op het tempo wat we net hadden? Herhaal dat dan eerst voordat je het op muziek gaat doen. En daar gaan we. De meeste laatjes die komen en gaan. Vier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
We zijn nu toe aan het snelle nummer. Dat is Don't Start Now van Dua Lipa. Ik heb wel een tip. Het is hartstikke moeilijk. Maar je moet goed onthouden dat je altijd met een klap op tafel moet beginnen. Dan heb je houvast aan. Dus als je er een beetje uit bent geraakt, geen paniek. Begin gewoon weer met een tik op tafel en dan pik je gewoon weer aan. Ja? Hele goede tip. Maar wij hebben het ook wel een paar keer moeten doen hoor. Voordat het. Oké. Nou, daar gaat ie. En daar